hoe lukt het nou om dan toch zo'n groot marktaandeel, zeg maar, te veroveren? 35% had je het net over. Ik denk dan, ja, zo'n Uber, dat is zo'n megabedrijf. Als de hele omgeving eigenlijk nog functioneert volgens die kapitalistische vrije markt, hoe kun je dan als coöperatieve organisatie jezelf staande houden? Ik denk in de eerste plaats denk ik dat het een stuk vaak een misverstand is. Of was. Mensen denken vaak dat ze tijd niet kunnen keren. We hebben eigenlijk gezien in België alleszins dat we tot voor een paar jaar zagen, als er zich een maatschappelijk probleem voordeed, keken we met z'n allen naar de overheid. De overheid kon met allerlei steunmaatregelen opzetten. Op een bepaald moment zagen we ook dat de overheid einde verhaal was. En eigenlijk het eerste wat je nodig hebt, ja, is een verandering in de geest. En een verandering in de geest die eigenlijk wil zeggen van, ja, ook wij als gewone burger, als gewone werknemer, kunnen eigenlijk zelf economie in handen gaan nemen. Ik denk dat dat ook het eerste misverstand is. Ja. Ja, je moet economie niet alleen overlaten aan mensen die daar een grote zak geld klaarstaan hebben. Ja, weten dat ook heel vaak de klassieke kapitalisten ook die zak geld niet hebben en ook die zak geld moeten gaan lenen. Ja. Dus ik denk het eerste wat je moet doen is het idee, we gaan zelf de economie in handen nemen. Zorgen dat je een aantal gelijkgestemde zielen vindt. Dat is toch wel belangrijk. Je moet niet op een tandem gaan zitten. Je moet toch dezelfde richting gaan uitfietsen. En dan denk ik, maar ik denk dat mevrouw daar een goed voorbeeld van is zelf. Ja, je hebt natuurlijk ook wel een goed ondernemingsplan nodig, een goed financieel plan nodig en de juiste mensen die dit soort projecten gaan begeleiden.